groot heilig ei. Oh, ach, dat hebben we toch al vaak genoeg gedaan de afgelopen tijd, jongens. Yo, Vaco Gamers, Alas hier. Welkom terug bij meer The Kingdom. Welkom terug hier op eiland. Jongens, er zijn een aantal dingetjes veranderd hier. En dan heb ik het niet zozeer over nieuwe spelers of andere nieuwe shizzle, maar wel over de spawn. Want jullie weten natuurlijk dat elke keer als wij dood gingen, dan spawnen we weer helemaal terug op Atla zelf. Vlak voor achter de heilige kip. Ze hadden een prachtig uitzicht op zijn heilige kont. En dat heb ik even laten veranderen. Ik heb er nu zo voor gezorgd dat als wij spawnen, dat we dan gewoon hier spawnen. Gewoon bam. Dan hebben we geen gezeik meer dat we 10 minuten naar Atla of naar eiland moeten varen. En dan scheelt dat ons gewoon een heleboel tijd. En kunnen we veel meer dingen doen hier op de Kingdom. Want daar ben ik hier natuurlijk tenslotte voor. Hey jongens, ik ga jullie vandaag een aantal nieuwe gebouwen laten zien. Even kijken, hoeveel zijn het er? 1, 2, 3 denk ik dat het er zijn. Misschien 4. Want ik zag erachter ook nog eentje staan, waarvan ik eigenlijk niet eens weet wat het is. Ik ga jullie gewoon hier eventjes neerzetten. Jullie zien wat het echt een en ander veranderd is hier. Er staat een gebouwtje links, staat een gebouwtje rechts. En er staat erachter ook nog wat. En daar verderop ook nog eentje. Dus ik denk dat we gewoon maar 1, 2, 3, 4 gaan doen dan. Gewoon lekker het rijtje af. Lekker simpel, lekker makkelijk, lekker eenvoudig. Dan hoef ik ook niet zoveel na te denken over alles. En dat ben ik altijd blij mee. Want als ik veel moet nadenken, dan ben ik boos. Maar kan niet van nadenken. Dit is een beetje bestraat de afgelopen tijd. Er is heel veel asfalt hierin gegooid. Of asfalt van dit soort rare stenen. Ik vind het toch een tikje aan de kale kant. Dus er moet hier nog wat een en ander gebeuren. Ik weet niet wat het hier moet komen. Want ik heb hem ook niet de opdracht gegeven om dit helemaal vol te gooien met beton. Weet niet wie het gedaan heeft. Ik zie vanzelf wel wat er verschijnt hier voor gebouw of voor ding of voor standbeeld of voor ander episch iets. Ik zie het vanzelf wel. Hier in ieder geval is iets wat er al een paar dagen tot een weekje staat. Ik vind ook dat hij nog niet helemaal af is, jongens. Er moet ook nog het een en ander aan gebeuren. Ze willen namelijk dat dit het stadhuis van Atla is. Allemaal prima. Maar er moet nog wel het een en ander aan veranderd worden. Wacht op je beurt. Wacht je op je beurt? Nee, ik ben de freaking koning hier. Ik doe wat ik wil. Blijf dan achter de streep. Fuck you, ik ga eroverheen. Ik spring zelfs over de toonbank heen, want fuck you allemaal. Oh, papieren, papieren en inktzakken. Kunnen we schrijven? Kunnen we dan van... Oh, boeken. Boek. Wat staat er in het boek? Wat staat er in het godverdomse kutboek? Niks. Nou, oké. Okay. Boek maar weer terug. Dan maar niet. Huh, wat is dit? Hoe kan dit? Wat is dit voor ding? Wat is dit voor pleit? Ik ken deze niet. Is dit een nieuw iets? Dingetje? Ik ken hem niet. Dat is wel mooi trouwens, dat je dat dan gewoon nog op kan leggen. Hier hebben we twee kantoortjes. As far as I know. Ja, dit is er eentje. Kantoor van Doliri. Die speelt wethouder, blijkbaar. Ik weet niet wat hij dan wil houden. Misschien de hele tijd... Oh, wacht. Misschien is dat het wetboek van Doliri. Dat hij dan hier gaat zitten en dat hij dan de hele dag zijn wetboek vasthoudt. Dat doet een boekhouder toch, de hele dag? Een boek vasthouden. En dan kan ik hier zitten en zeg ik... Fuck you, Doliri. Je hebt je boek niet vastgehouden. Je bent ontslagen. Lul, eruit. Dat is niet beleefd van me. Dus dat zullen we maar niet doen. Ja. En hier hebben we het kantoor van Robin & Co. 99. Nieuw op eiland. Vertaler. Oké, wat vertaalt hij dan? Recepten met kip? Ik zou het niet weten. Dutch Point HD. Wat zat erin? Oh god. Als de koning Vaken of dit leest, hoop ik dat hij mijn vriend Jurgen van Dutch Point HD een gastrol zou kunnen... Gastrollen. Nee, doen we niet meer. Ha, jammer. Dag, vertaalboek. Zo. Nee jongens, gastrollen, dat doe ik niet meer. Ik ben er een... Lol. Ja, hartstikke mooi lol. Lol, ik ben erin getrapt. Hartstikke fijn. Gastrollen doen we niet meer jongens. Tenzij het echt een hele goeie is. Maar er zijn tegenwoordig al zoveel kanalen waar je gastrollen kan doen. Je kan het op dagelijks HD doen. Je kan het op dus David Games insturen als je wilt. Weet je, er zijn veel grotere kanalen en veel interessantere kanalen dan Vaco Games om dat te doen. En ik wil gewoon graag de dingen in eigen beheer houden. Ik wil graag mijn eigen video's kunnen maken zonder dat ik video's van anderen moet uploaden. Heb het in het verleden wel gedaan, weet ik ook. Daar was ik ook heel blij mee. Maar ik ga het niet meer doen, want ik wil gewoon Vaco Games hebben en niet Vaco Games als gastrolkanaal. Ha. Welkom in het café waar eieren heilig zijn. Serieus jongens, het café. Serieus, echt waar, wat een naam. Klunk. Wat is dit? Moet je hier je glas onderhouden? Word je dan automatisch je glas gevuld of hoe zit dat? Gouden appels, ja. Zijn uitverkocht, leuk. Drankjes. Zijn uitverkocht. What the fuck is dit voor café? Een café was niks verkopen. Het is een caféikel, dat is het. Gewoon een caféikel die vent die hier werkt. Klunk, deur dicht. Zo. Volgende gebouw. Stampiedam, denk dat daar. Ik weet niet eens wat het is. Dat stond er een paar dagen geleden nog niet.
We gaan eens even kijken wat het was. Zijn ze toevallig bezig met het uitbreiden van eiland als meer dorpje of zo? Dat ze er wel echt een dorpje van gaan bouwen. Dit ziet er wel uit als gewoon gebouwtjes. Er is niet echt veel te beleven hier binnen, maar het lijkt in ieder geval op gebouwtjes. Klunk. En dit. Er moet echt nog wat een en ander aan die straten gebeuren dan, jongens. En ook aan de gebouwen zelf, want het is allemaal een tikkie aan de standaardkant. Wat is dit? Daar zit allemaal niks in. Wat is dat nou? Ik wil toch dingen eruit kunnen jatten. Oh, dit. Een bordje. Heel veel hout. Heel veel hout. Oh, nou, dat zijn maar 6 stacks. Dat valt er allemaal wel mee. Oh, hier ligt nog meer. Oké, om dat te zeggen dat het heel veel oud is. Dat is allemaal een tikje overdreven. En hier, het grootste gebouw wat we vandaag gaan bezoeken. Ik denk ook wel het meest epische gebouw. Jongens, degene die de 24 uur livestream van Project Minecraftia hebben gekeken, die zullen dit gebouw ongetwijfeld herkennen. Dit is namelijk de Feather Temple. En dan moet ik jullie even een heel klein beetje uitleggen. Project Minecraftia had tijdens een 24 uur livestream een opdracht van Empire gekregen om uit elk koninkrijk, of in ieder geval uit een aantal koninkrijken, een bepaald voorwerp te stelen of mee te nemen. En voor Atla was dat een veer. En niet zomaar een veer, maar een veer van de heilige Keep. Op Boor waren ze bijvoorbeeld Boreaanse wortels wezen jatten, maar bij ons zijn ze de veer van de heilige Kip wezen halen. Dat is allemaal heel mooi, maar daarvoor hebben wij dus eventjes speciaal dit gebouwtje gebouwd. Het is allemaal hartstikke mooi, allemaal hartstikke aardig. En, kijk eens eventjes hierboven. Heel veel andere kingdoms hadden er al eentje, ik had er nog een eentje. Mijn eigen troon, yay! Kan ik hierop gaan zitten? En zeg ik van, ik wil vandaag mijn eieren in hardgekookt. En ik wil vandaag mijn eieren als spiegeleitje. Get it maken! Maak het, bitches! En dan gaat iedereen voor mij eitjes koken. Of eitjes bakken, zo doen ze dat. Wappa! Maar, dat is nog niet het enige, want het is natuurlijk niet alleen maar mijn troonding. Je kan hier ook naar beneden. En je kan hier niet zomaar naar beneden. Want zoals ik al zei, het is eigenlijk niet zozeer mijn troonzaal. Ja, is er ook wel een beetje, maar dat is een bijzaak. Het is natuurlijk de opslagruimte voor de veer van de heilige Keep. En dat kan je hier helemaal beneden mooi halen. Want als je hier dan zo naar beneden wandelt, dan zie je hier aan allebei de kanten een heilige Keep. Oh, heilige Keep. Waar komt u in één keer vandaan? Waar kom jij vandaan, jochie? Hey, wat ben meisje? Waar gaan we naartoe? Vind je mij niet leuk? Ik ben koning Oeluboeloe. En ik vereer uw kont. Oh, grote heilige Keep. Of nee, kleine heilige Keep. Oh, kleine heilige Keep. Dit zijn natuurlijk de grote Keepen. Ha. Hey, jongens. Is hier een freaking kippenparty of wat? Waar komen jullie allemaal vandaan? Serieus, jongens. Waar komen jullie allemaal vandaan? Waaia! En de heilige Keep schonk Atla een van zijn veren. In de hoop dat het voor altijd vrede mocht zijn. Nou, het is ondertussen wel vrede, maar jongens, jullie zijn hier echt een keeperparty aan het houden met z'n allen. Zal ik meedoen? 3, 2, 1, keeperparty! Nee, het is geen Sony Vegas ding. Hebben we hem weer terug? Verder en verder. Ja, leuk, want dit is niet de verder van de heilige Keep. Dus ik ben ontevreden. Ik wil mijn verder van mijn heilige Keep terug. Dit zijn maar imitatieveren. Het zijn nepveertjes, zo. Zijn deze van jullie jongens trouwens? Hallo? Is dit jouw veer? Oh nee, jij bent natuurlijk een bruine kip, dus je hebt geen witte veren. Moet ik even een witte kip vragen, sorry. Witte kip! Oké, ze plegen ook zelfmoord hier blijkbaar. Raw chicken! Kippenorgie! Kippenorgie! Oh fuck. Nou ben ik ook nog ziek, heb ik weer. Is dit jouw veer dan? Hey, geef het antwoord. Geef antwoord, klote kip, of ik sla je met deze kipboot in je kap. Oh, dat moet ik natuurlijk niet doen. Ik moet geen heilige kippen slaan, dat is dom. Het is wel leuk dat hier in deze tempel zoveel van die heilige kippen zitten. Dat is dan wel weer vet. Weet je wat, ik ga lekker buiten weer chillen. En jongens, hier is jullie broertje weer terug. Of je zusje, of je oom, of je neef, of je tante, weet ik veel wat het is. En jullie zoeken het wel uit, hè, mijn salen. Jullie redden het wel daar. Als jullie maar niet te veel herrie maken, want ik wil vanavond ook nog gewoon een beetje kunnen slapen. Fico Gamers, ik denk dat ik het daarbij ga laten voor vandaag. We hebben een hoop nieuwe gebouwen gezien, zoals je ongetwijfeld gemerkt hebt. We hebben een hoop te doen de komende tijd, want ik wil dit pleintje toch echt eventjes wat meer episch maken dan dat het nu is. Wat ga ik nog meer vragen? Oh ja. Ja. Bijna het allerbelangrijkste. Fico Gamers, we gaan ermee stoppen. En jullie weten wat dat betekent. Als je nog niet op dat groene duimpje geramd hebt,
doe dat dan eventjes. Ik hoop dat we de 1500 weer halen. En stiekem, heel stiekem, ergens heel diep van binnen, hoop ik dat we 3000 likes op een Kingdom video kunnen halen. Hoe vet zou dat zijn als we gewoon op één dag 3000 likes voor Atla kunnen vinden. Zou leuk zijn. Ik ga jullie volgende keer zien hier op de Kingdom. Vergeet niet om te liken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij meer de Kingdom. En bij meer Atla. Mazzel!